In elke hoek van de school gebeurt vandaag wel wat. Er wordt gerepeteerd, gekookt en tafels gedekt voor de grote dinnershow. Ja, wij hebben hier een indeling waar alle ouders komen te zitten. We gaan sushi maken en we gaan soep maken en nasi en ijs. Met de bediening bar gaan we allemaal drinken bezorgen bij iedereen die er zit. En ik hoop dat ze heel veel plezier hebben. Het is allemaal geregeld door de kinderen zelf. Ze zijn er al weken mee bezig. Vorig jaar hadden we musical gedaan. Dat was best wel lastig met onze doelgroep. We werken in het speciaal onderwijs. Onze kinderen hebben vaak last van een iets kortere spanningsboog. Dus aan de hand van workshops hebben we gekeken wat past het best. En toen hebben de kinderen zelf gekozen van dit past het allerbest bij mij. En dat hebben ze de laatste 3 weken uitgevoerd. En eigenlijk deze avond moet dan echt de eindshow worden. Ja, dat is onze chef Bart. En die helpt ons gewoon met koken. En een beetje aansturen inderdaad. Ze doen het heel goed. Ik ben hier al een paar middagjes ook geweest. Dus we hebben al een keer geoefend met z'n allen tomatensoep gemaakt. We hebben al eerder de koekjes gedaan, dus we zijn al een beetje goed voorbereid. Dus we zijn lekker bezig nu in de keuken met z'n allen. En ook al is het wel wat meer werk, zo'n dinnershow. Eigenlijk iedereen hier geniet volop van dit afscheid. Ja, ik vind het wel leuk dat ze een keer wat anders dan een musical. Je bent echt bezig met iets en iedereen doet zijn eigen ding en je organiseert echt iets en dat vind ik heel leuk. Als er één bang is, podiumvrees heeft, dan kan die gewoon ook koken of iets anders doen of bediening. Dan hoeft ze niet op het podium te staan en dan vinden ze oké. Al beginnen de zenuwen wel te komen als de make-up opgaat, de haren gekruld en jawel de eerste gasten arriveren. En waar zie je nou het meest naar uit vanavond? Naar de ouders, hoe ze reageren op hoe kinderen gaan dansen en op een liedje, op het afscheidliedje en eigenlijk hoe het eruit ziet.